Video hier op It's Ultrex, de enige echte. Ik heb een mededeling voor jullie en ik heb er heel lang over na zitten denken. De afgelopen 2-3 dagen heb ik erover na zitten denken. En ik stop met een dagelijkse vlog. Ik stop met de dagelijkse vlog omdat ik niet altijd tijd heb en af en toe, eigenlijk het meeste ook wel. Spraakstof. Ik heb de laatste paar dagen gemerkt dat ik nog maar 3 minuten praattijd heb. Met de dagelijkse dingen die ik beleef en meemaak. Dat wil niet zeggen dat de vlog ermee stopt. Er zal altijd wel een stuk of 2-3 vlogs in de week komen. Maar de dagelijkse vlogs stop ik mee. Helaas moet ik daar aan geloven. Omdat in de vakantieperiode heb ik het begin, de eerste week, heb ik best wel veel vlogs gemaakt. Maar ik zit er een beetje doorheen. Ik kan niet elke dag meer video's bewerken. Ik loop met een zodanige achterstand dat ik dus niet meer elke dag om drie uur jullie een vlog kan beloven. Ik heb de Winter Efteling heb ik gehad. Die komt aanstaande dinsdag online. Ik heb, wat heb ik nog meer? Ik heb nog Feyenoord tegen Heerenveen. Die komt aanstaande woensdag. En ik heb er gewoon de tijd. Ik heb de tijd niet meer om dingen te editen en dan online te zetten voor de volgende week. Ik heb ook gemerkt dat de kijkcijfers en de abonnees teruglopen. Helaas is dit ook een gevolg daarvan. Ik wil me wat meer ook bezig gaan houden met het online streamen van Grand Theft Auto 5. Metro Simulator, Planet Coaster en andere spellen. En ik heb gewoon gemerkt dat ik met een livestream en een video erbij, dat het allemaal te veel werk is. Dus het wordt me allemaal te veel, het stijgt allemaal boven mijn hoofd uit. Ik heb heel veel video's die nu nog in de ijskast liggen, laat ik het zo maar even zeggen. En die moet ik allemaal nog gaan bewerken. Ik loop met een ontzettende achterstand op. En ik heb gewoon deze week gemerkt dat ik gewoon weinig te vertellen heb. Het is elke dag is het hetzelfde liedje eigenlijk. Als ik werk, dan werk ik. Kom 4 uur thuis, neem ik een vlog op. Hallo jongens, nou ik heb vandaag gewerkt. Ik ga zo eten, na het eten. Nou jongens, ik heb gegeten, ik ga livestreamen. En als laatste stukje... Nou jongens, de livestream was leuk of de livestream was niet leuk. Ik ga naar mijn bedje toe. Tot morgen, doe de blauwe duimpje de lucht in en abonneer op mijn kanaal. Het wordt allemaal te eentonig. Het is allemaal veel te eentonig. De vlogs zoals ze nu bezig zijn. Het is allemaal te eentonig. Het is allemaal veel te veel hetzelfde. Elke keer hetzelfde verhaal. Elke keer hetzelfde riedeltje. Er was iemand bij. Ik ben heel even zijn naam kwijt. Die zei van joh Mar, kan je niet eens een keertje een vlog buiten de deurs maken? Want ik zie de laatste paar dagen zie ik alleen maar vlogs binnenshuis. Dat klopt. Het is slechte weer geweest. Ik heb niet elke keer de tijd gehad om buiten de deur een video op te nemen. Ik heb ook mijn vakantie en daar wil ik ook een klein beetje van genieten.
En ik heb de afgelopen 2 weken eigenlijk mijn eigen alleen maar lopen rothaasten om video's in elkaar te zetten en ze online te zetten. Heb ik zelf voor gekozen. Ik weet dat ik dat. Ja, ik doe dat mijn eigen aan. Maar het gaat gewoon niet. Want ik heb op een gegeven moment. Heb je ook alles wel een keertje gezegd. Je hebt elke avond dat je eet. Je hebt elke avond dat je dat gaat doen. Je hebt elke avond dat. Je hebt elke avond ga je verschillende andere dingen doen. Bijvoorbeeld livestreamen. Of een live chat. Of dit of zas. Dus ja, het wordt allemaal te eentonig. En daarom heb ik besloten om voortaan niet meer elke dag te vloggen. De vlogs zullen dus komen wanneer ik een vlog heb. Als ik een vlog heb, dan zet ik hem online voor jullie. Zal ik hem posten, kunnen jullie hem bekijken. Maar zo is het dus wel een vlog. Wat in ieder geval, hij is actueel is die. En het is een vlog waarover nagedacht is. Een vlog waar ik dus over nagedacht heb. Waar inhoud in zit. Waar ik tenminste gelukkig wat te vertellen heb. En niet elke keer hetzelfde standaard zinnetje van ik ga eten, ik ga livestreamen, ik ga naar bed toe. Het wordt allemaal te eentonig. Het legt dus niet aan jullie. Het legt het dus echt aan omdat ik gewoon... Ja, ik heb de laatste tijd gewoon minder te vertellen. Weinig te melden. En om niet af te stevenen op het doel van, nou, dan komt Marco weer met zijn vlog. Nou, we kijken wat hij vandaag heeft. Hij zal vandaag wel weer precies hetzelfde hebben als gisteren of eergisteren of de dag daarvoor. Ja, ik stop dus met elke dag een vlog. Ik zal wel zat nog gaan livestreamen. Als ik een leuke vlog heb, zet ik hem online. En natuurlijk alle pretparken vlogs. Als ik naar een pretpark ga of ik ga daar naartoe en het is leuk en ik kan er filmen. Dan zal ik het filmen en dan zal ik het natuurlijk met jullie delen hier op dit kanaal. Dus de video's die blijven natuurlijk komen. Ik blijf nieuwe video's maken. Ik blijf livestreamen. Alleen het is niet elke dag meer. Ik zal niet elke dag meer een vlog voor jullie in elkaar zetten. Waar eigenlijk geen inhoud is. En wat ja, dat ik in een vlog moet gaan zeggen 300 keer van ja, ik heb niks te vertellen. Sorry jongens, maar ik heb niks. Op een gegeven moment, van de week had ik een vlog. Of voor aankomende week had ik eigenlijk een vlog. 3 minuten. 3 minuten. Omdat ik gewoon, ja, ik had gewoon niks meer te melden. Ik had niks zinnigs meer te vertellen. En ik ben na 3 minuten ben ik er gewoon mee gestopt. Omdat ik gewoon niet meer wist wat ik moest vertellen. Dat wil ik dus, in de toekomst wil ik dat verbeteren. Ik wil jullie alleen vlogs geven waar inhoud in zit. Waar ik wat te vertellen heb. Wat ik te delen heb met jullie. Dat zal ik in ieder geval posten. En als er een keer een dag geen vlog is, ja, dan heb ik gewoon niks te melden. Zo blijven de vlogs lekker, actueel. En zal ik altijd het laatste nieuws posten. Wat mij bezighoudt, waar ik mee bezig ben, wat ik aan het doen ben. Dus vandaag. Ik hoop dat jullie het begrijpen en ik hoop dat jullie het snappen. Doe even dat duimpje in ieder geval de lucht in. En ik zie jullie in ieder geval wel weer bij een vlog. En in ieder geval is het ook weer een voordeel. De vlogs zijn nu actueler dan dat ze waren. Want ik moest ze elke keer een week van tevoren moest ik ze opnemen. Zitten jullie niet op te wachten? Zit ik niet op te wachten? Want op een gegeven moment had ik een vlog of zo over iets. En het was al een week later. Toen ging ik nieuws vertellen wat pas een week later pas online kwam. Dat schiet gewoon niet op. Kom je met allemaal ouderwetse dingen. Loop je achter de feiten aan en dat is niet de bedoeling. Voor de rest kan ik nog wel een leuke mededeling geven. En dat is dat ik bezig ben met een Dit Was 2017. In Dit Was 2017 zal één deel worden. Blik ik terug op een jaar It's Ultrax. Vanaf ongeveer maart, want de eerste 3 maanden van 2017 heb ik niet gevlogd. Dus ik... zal vanaf maart zal ik beginnen. Maar in ieder geval
het hele jaar wat ik meegemaakt heb, wat ik beleefd heb. Het kampioenschap van Feyenoord. De twee keren dat ik naar de Efteling geweest ben. Slagharen ben ik geweest. Jeetje jongens, waar ben ik allemaal nog meer geweest? Intratuin met Ramon. Ik ben met Joost naar de open dag geweest. Alles komt, alles wat ik dit jaar heb beleefd, komt in een soort terugblik. Dit was 2017. Komt dan, ga ik binnenkort ga ik dat maken. Ik ben er nu eigenlijk al mee bezig door een paar voorbereidingen te doen. En dat komt binnenkort op mijn kanaal. De Efteling vlog. Afgelopen dinsdag ben ik, Kevin, Joost, Ramon, Ricardo. Zijn we met z'n allen zijn we naar de Efteling geweest. Was super leuk, was super gezellig. Die vlog kunnen jullie aanstaande dinsdag zien. En na een dinsdag zal ik alleen nog maar dingen posten wat interessant is. Dingen wat ik meemaak. En zal ik stoppen met de dagelijkse vlogs. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik hoop dat jullie het in ieder geval snappen. Zet even een berichtje in de comments als je nog vragen hebt. Druk op het knopje abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En druk op het belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En ik hoop dat jullie het begrijpen waarom ik dus stop met de dagelijkse vlogs. De groetjes allemaal en tot de volgende video. Bye bye!